In deze video gaan we Windows Server 2016 installeren op de machine die we in de instructievideo Windows Server 2016 voorbereiding hoofdstuk 1 hebben aangemaakt. Om deze video te doorlopen, dien je dus eerst een virtuele machine met twee harde schijven van 500 GB en twee netwerkkaarten aangemaakt te hebben. Deze netwerkkaarten heb je gekoppeld aan een netwerk dat je internettoegang verleent en aan het interne netwerk Polyforma Netwerk met de addressrange. 192.168.101.0/24. Zorg ervoor dat je het werkblad bij hoofdstuk 1 bij de hand hebt. Je vindt deze in de leeromgeving van Server 2016 op leeromgeving.ictharderberg.nl We zijn de vorige video geëindigd bij het laden van de ISO van Windows Server 2016 in VMware. Daar gaan we nu verder. Als je VMware nog niet gestart hebt, kun je dat nu doen. Klik op de door jou aangemaakte virtuele machine Polyforma Server 01 en klik op de groene driehoek bovenin, of klik op Power on this virtual machine in het venster van Polyforma Server 01. Als je alles goed hebt ingesteld, dan zal nu automatisch de ISO ingeladen worden en de installatie zal starten. Al snel kom je dan op het eerste scherm uit, waarbij je de taal, regio en toetsenbord moet kiezen. Als taal kiezen we Engels. In het boek vind je op bladzijde 20 waarom dat zo is. Als regionale instellingen kiezen we Dutch, tussen haakjes Nederland, om ervoor te zorgen dat de schrijfwijze van getallen en maateenheden dezelfde zijn als we hier in Nederland gebruiken. Het toetsenbord zal in de meeste gevallen een Amerikaanse layout hebben. Heb je een andere toetsenbord zoals bijvoorbeeld AZERTY, Kies dan het toetsenbord dat voor jou van toepassing is. Noteer vervolgens je instellingen op het werkblad. Na op Next geklikt te hebben, kiezen we voor Install now. Je ziet ook nog de optie Repair your computer, maar aangezien we nog een lege PC hebben, is deze optie nog niet te gebruiken. Je ziet dat de setup start en het eerste scherm waar je wat in moet vullen is Select the operating system you want to install. Hier kun je kiezen uit vier opties. Selecteer de tweede optie, Windows Server 2016 Standard Evaluation, met tussen haakjes Desktop Experience. En daarachter staat nog X64. Dit is de serverversie met de grafische user interface die we in deze cursus gebruiken. Als je dat gedaan hebt, kun je op Next klikken. In het volgende scherm krijg je de gebruikersvoorwaarden te zien. Om door te kunnen gaan moet je deze accepteren door een vinkje te plaatsen bij I accept the license terms en klik daarna op next. Daarna vraagt de installer welke soort installatie je wil doen. Wil je een upgrade of een custom install doen? Op het verschil tussen deze installatiemogelijkheden wordt in het vak werkplek inrichting uitgebreid ingegaan. Dat doen we hier dus niet. Je kunt voor meer informatie hierover ook het boek raadplegen. Het staat beschreven op bladzijde 25. Zodra je de keuze custom hebt aangeklikt, word je naar het volgende scherm gestuurd. Hier zie je twee harddisks van 500 GB staan. Als dat niet zo is, breek dan de installatie af en volg de vorige video nog een keer om dit te herstellen. Als je wel twee harddisks van 500 GB ziet staan, dan kun je deze gaan inrichten. We maken een installatiepartitie van 100 GB aan op de eerste schijf. Die zie je hier als Drive 0, met Unallocated Space. Om dat te doen klikken we rechtsonder op Nieuw, waarmee we aangeven dat we zelf een partitie aan willen maken. Zorg ervoor dat in het venster bovenin Drive 0 geselecteerd is, voordat je opnieuw klikt. Zodra je opnieuw hebt geklikt, krijg je een invulvenster te zien. Hier staat nu 512.000 MB. Maak hier 100.000 van en klik op Apply. Windows Setup meldt dan dat er nog een extra partitie wordt aangemaakt voor systeembestanden. Accepteer dat met OK en je ziet dat er nu twee partities zijn gemaakt en dat er ook nog een deel unallocated is. Zorg ervoor dat Drive 0 Partition 2 geselecteerd is. Vul nu weer je werkblad in en klik op Next. Nu gaat Setup aan de slag met het kopiëren en installeren van Windows 2016. Afhankelijk van de snelheid van je host duurt dit tussen 5 en 15 minuten. We spoelen de video even door totdat deze bijna klaar is. Na deze procedure wil je PC opnieuw opstarten. Je kunt zelf op Restart nou klikken of wachten tot de balk vol is, en dit automatisch gebeurt. Je PC start nu een paar keer opnieuw op en uiteindelijk kom je op een scherm waarin je wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren. In deze cursus gebruiken we als wachtwoord Server 2016 met een hoofdletter. In de praktijk gebruiken we natuurlijk een veiliger wachtwoord. Als je dat gedaan hebt, dan rondzet op de installatie af en krijg je een inlogscherm te zien. Om op een server in te loggen, die je eerst Ctrl-Alt-Delete in te voeren. Op een virtual machine kan dat voor jouw hostmachine heel verwarrend zijn, maar daar heeft VMware aan gedacht. In plaats van Ctrl-Alt-Delete gebruiken we om deze combinatie naar een virtuele machine te sturen Ctrl-Alt-Insert. Zo weet VMware dat je Ctrl-Alt delete naar je virtuele machine wil sturen en niet in wil grijpen op je hostmachine. Klik eerst in je virtuele machine en doe Ctrl-Alt Insert. Voer nu je password Server 2016 in en je bent ingelogd. De server wil nu meteen weten of je Network Discovery in wil schakelen. En aangezien we hier een netwerk gaan maken, doen we dit. Kies dus in de blauwe balk voor Yes. Omdat we VMware gebruiken, wijken we hier even van het boek af. Want om alle juiste drivers te installeren, moeten we VMware Tools installeren. Ga in VMware naar VM en install VMware Tools. De gele balk onderin mag je wegklikken met een kruisje. VMware heeft nu een virtuele CD in je PC geladen. Klik op de verkennen en kies Disk PC, waar je inderdaad een DVD-drive zult zien met VMware Tools. Als je hierop dubbel klikt, zal de installatie vanzelf starten. Gebeurt dat niet, dan wordt de inhoud van de disk getoond en kun je dubbelklikken op Setup 64. De installatie van VMware Tools wordt gestart en we klikken twee keer op Next en dan op Install. VMware Tools wordt nu geïnstalleerd. Als dit klaar is, klik je op Next en er wordt gevraagd of je opnieuw op wilt starten. Klik hier voor Yes en de server start opnieuw op. We hebben nu een standalone server gemaakt.